Nou, ik zei het net al, Emma en Mark die gaan wat meer in. Ja, ik weet het eigenlijk niet precies eens, Mark, want het staat zo cryptisch in de omschrijving. Dus ik laat de hele introductie denk ik gewoon aan jou. En dan gaan we zien waar het schipsrand. Dus succes met deze sessie. Dankjewel. Ben ik te horen? Sta ik al aan? Nog niet. Ja. Hallo, hallo. Check, check. Ja, nu sta ik aan. Dankjewel. Mijn naam is Mark Reiners, inderdaad van het Field Lab Circular Packaging. Ik zal er iets over vertellen. Wie we zijn, wat we doen, voor wie we het doen. En inderdaad, zoals werd aangekondigd, hebben we ook twee klantvoorbeelden bij ons. Iemand is hier en die ga ik dadelijk aankondigen. En eentje zal in een filmpje haar bijdrage doen. Het Field Lab. Ja, wie zijn wij? Field Lab is ook een beetje een besmette naam sinds de coronacrisis. Je hoort het meer en meer. Ik zeg altijd, wij waren eerder in 2019. Wij zijn echt een praktijkorganisatie voor het circulair maken van verpakkingen na afdanking. En dat betekent dus, een verpakking gooien jullie als consument ook weg in de juiste bak. Maar hoe goed komt die dan eigenlijk terug? Hoe goed worden die materialen dan nog hergebruikt? Er zitten natuurlijk allerlei complexiteiten in, van materiaalconstructies of moeilijke lijmen, moeilijke ringetjes, sieltjes, wat dan ook, dopjes. En wij helpen klanten daarbij, vooral eigenlijk na afdanking, hoe dat dan gaat in de Nederlandse systemen. In het PMD-systeem, dus sorteren en recyclen. Of het kan ook om glas gaan, welk materiaal dan ook. Dus hier even wat voorbeelden in beeld. Hè. Dus wie zijn wij? Ja, eigenlijk verpakkingen na gebruik sorteren, dat het netjes gebaald wordt en netjes tot granulaat wordt verwerkt in het geval van plastic. Daar treden natuurlijk de meeste complicaties op. En welke bottlenecks kom je nou tegen en hoe kunnen we dat helpen verbeteren? Even qua structuur, wat het Field Lab is. Het is een organisatie die is eigenlijk gebouwd op de afvalverwerkende industrie. Dus wij hebben in de stichting 6 partners, 6 bekende afvalverwerkende bedrijven. En die bieden ons eigenlijk continu de expertise aan. Dus als je als merk wil weten van ja, wat gebeurt er nou met mijn verpakking in die fabrieken van deze mensen, dan hebben we die mensen dus meteen aan tafel. Dat is natuurlijk heel erg prettig. En verder worden we dan ook, als je kijkt naar het bestuur, altijd gebestuurd door 2 vertegenwoordigers vanuit die afvalverwerkende industrie en 2 vanuit onze klantbestanden. Ik heb er nu eventjes zo een beetje half ingezet. Op dit moment zijn het Unilever en Royal Sanders. Unilever sterk aan de foodkant, hebben we veel cases lopen. En Royal Sanders is een grote producent van non-food producten en verpakkingen. Shampoos, eigen merken voor kruidvat, voor rituals, dat soort dingen. Schoonmaken, gels, dat soort dingen. En die zitten dan ook in ons bestuur. En verder worden we financieel ondersteund in onze eerste 2 jaar door het Afvalfonds Verpakkingen. Totdat we op eigen benen kunnen staan, dus een soort start-up kapitaal. En die zit voorlopig ook nog in ons bestuur dan. Nou, voor wie? Ik heb het al een beetje gezegd. Eigenlijk elke bedrijf, of het nou een retailer is, een brand owner, een groot merk of een MKB-bedrijf die producten in verpakking op de markt brengt en er zeker van wil zijn dat die verpakkingen inderdaad goed door het afvalsysteem komen en terugkomen als materiaal, dat er niks verloren gaat, daar is het eigenlijk voor bedoeld. Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar wij zitten een beetje op een soort groene golf. Waarom? Het werd door de vorige spreker ook al uitgelegd. Bedrijven zijn er niet meer bang voor om de wereld in te slingeren dat ze in 2025 voorkomen circulair zijn of carbonneutraal, wat dan ook. Ja, dat is mooi. En dan komen wij, ja, dan moet je het nog doen ook. Want wij zijn wel zo eigenwijs dat we laten zien, door meten is weten, van ja, deze verpakking hebben jullie in de markt gezet als volkomen circulair. Maar, beste brand owner, wij komen dat ding tegen in het residu van deze recyclingfabriek. Wat gaat er mis? Wat is er mis met een kleurtje, een gewichtje, een etiketje of een ringetje, waardoor dat ding niet goed door het systeem komt? Of zit er iets fout in het systeem? En wat wij dan doen, is eigenlijk klant samenbrengen met afvalverwerker plus wat verpakkingsexperts om dat op te lossen. En ook verpakkingsproducenten, dus de producenten van de verpakkingsmaterialen, vaak doet een bedrijf, een brand owner dat niet zelf. We hebben dadelijk een rookworst voorbeeld. Ja, dat doet Unilever niet zelf. Die verpakkingsmaterialen maken en aanleveren. Dat doet weer een leverancier natuurlijk. Maar goed, daar weten jullie als ingewijden van de M-pakbezoekers alles van. Dus daar is het voor. Dit zijn wat namen inderdaad van projecten die we draaien. Dus klantvoorbeelden. En dat hoeft verder geen uitleg.
Onze diensten, dus wat doen we precies? Dat is eigenlijk tweeledig. We draaien per jaar, dus ongeveer per kwartaal, 3 à 4 use cases heet dat. Dat is een soort pressure cooker aanpak, dus met een merk. Dus een bedrijf zit met een issue of wij benaderen een bedrijf van jongens, wij vinden jullie verpakkingen nogal op de verkeerde plek. Het gaat niet over zwerfafval trouwens, dus na correcte afdanking in een fabriek, in een recyclingfabriek of een sorteerfabriek. We gaan een soort pressure cooker traject aan met ons. Dat is 4 workshops, 3 wekelijkse workshops. Dus het duurt totaal 9 à 10 weken. Met daartussendoor testen en analyses bij ofwel onze industriële partners die ik net in beeld had. Hè, dus die sorteer- en recyclingbedrijven. Of bij het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics in Heerenveen. En daar staat eigenlijk een kleine sorteer- en recyclinglijn waar je alles kan simuleren. Wat gebeurt er nou precies met die verpakking die bepaalde issues geeft in de recycling door zijn kleur. Wat gebeurt er nou precies en hoe kunnen we dat oplossen? Nou, in die 4 workshops wordt dat eigenlijk direct aangepakt. Het is vrij stevig en we zijn er ook redelijk eisend in. En dat is ook misschien de kern van ons succes. Dus we zeggen ook tegen een merk, niet alleen de verpakkingstechneut sturen. Want ja, die weten het vaak wel. Maar we willen de marketeer erbij. De brand owner eigenlijk. Die veel meer gaat over het product. En de inhoud en de kleurtjes en de stickers. En dan krijg je veel interessantere gesprekken. Want daar zit er vaak ook een beetje een soms wel eens een muurtje tussen. En ook dat trekken we eigenlijk open aan tafel. Met de afvalexperts erbij. En dat geeft een hoop leuke gesprekken. Een hoop reuring. Soms is het ook Chinees en Engels. En dan moeten we het even vertalen allemaal. Maar uiteindelijk komen we er wel uit. Even een wat meer procesplaatje. Zo ziet het eruit. Dit is van onze laatste serie. Die startte in mei, eindigt in juli. En dan zie je een beetje met allerlei. Het is zeer gestructureerd, maar ook wel hoge druk erop. Dus we hebben echt een gestructureerde aanpak hoe je van bottleneck-analyse naar verbeterscenario's komt. En in het beste geval ook verbeteringen meteen kan doorvoeren. Soms is het laaghangend fruit. En soms gaat het gewoon nog 2 jaar overheen, omdat een hele verpakkingslijn toch moet worden aangepast. En dat doen de meeste merken niet meteen. Want die zitten ook met allerlei lasten en afschrijvingen en dat soort dingen. Nog even een beetje wat poppetjes erbij. Ik ben Mark Reinders, directeur van het Field Lab. Daar zit Anne van Seters, onze verpakkingsexpert. Die veel van de hoed en de rand weet, zowel aan brand owner kant, want daar komt hij vandaan. Maar ook aan echt technisch verpakkingskundige kant. En dan hebben we uit de industriële partners allerlei experts. Dus we kunnen data opvragen van allerlei fabrieken. Dus een flinke bandbreedte in Nederland, maar ook sommig Nederlands afval gaat naar Duitsland, maar ook daar kunnen we het opvragen. En we kunnen allerlei metingen laten doen. Dus dit zijn dan de poppetjes die een beetje betrokken zijn bij zo'n use case aanpak. Ik ben trouwens vergeten te zeggen, use cases is een beetje de motor van onze stichting. We zijn een stichting zonder winstoogmerk trouwens. Het andere is wat grotere projecten en dat is meer als je issues tegenkomt die je kunt clusteren. Ik geef een voorbeeld rondom bijvoorbeeld lijm en etiketten. Dat je op bepaalde flessen van shampoos, douchegels, maar ook body lotions eigenlijk dezelfde type issues tegenkomt in de sortering en recycling. Dan vragen we merken ook, we gaan het even pre-concurrentieel samenzitten. Ander voorbeeld is met bijvoorbeeld residu in verpakkingen. Kleverige producten, mayo's, ketchups, dressings, maar ook body lotions weer. Als je dat te veel in een verpakking laat zitten, komt die ook niet goed door het systeem. Dan heb je nog zo'n mooie verpakking ontworpen, maar door die ballast eigenlijk die in de voet vaak van zo'n verpakking blijft zitten, stroopflessen, beginnen we binnenkort mee, is er ook zo eentje. Deels kan het worden opgelost door de consumenten te zeggen, maak hem alsjeblieft leeg, want dat is goed tegen voedselverspilling, maar ook beter voor het milieu, want dan wordt hij wel gerecycled. Anderzijds kan het ook zijn dat we misschien in het afvalverwerkend systeem een extra schakel moeten aanbrengen om dit soort issues van productresidu eigenlijk in verpakkingen aan te pakken. Wordt naar beide kanten gekeken. Maar dat doen we dan met meerdere bedrijven bij elkaar. Dat nog even ter informatie. Ik heb genoeg verteld. Dat is een beetje de theorie en hoe we allemaal werken. Even 2 klanten aan het woord. Dat zijn Unox en dat is Maud Meijers. Die is brandmanager van Unox. Maar die kon hier vandaag helaas niet bij zijn wegens vakantie. Dus ze heeft een filmpje gestuurd. Dat vakantie-effect is zichtbaar. Dat maakt het alleen maar leuk. Ik zal even kijken of dit helemaal goed gaat werken. Hi, ik ben Maud. Ik ben marketeer voor Unox. Binnen mijn baan hou ik me enerzijds bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en anderzijds met het in de markt zetten ervan. En mij is gevraagd om vandaag kort iets te vertellen over het traject dat wij samen met Field Lab Circular Packaging hebben doorlopen wat betreft de verduurzaming van onze rookworstenverpakkingen.
Duurzaamheid is voor Unox erg belangrijk. Zo maken wij bijvoorbeeld alleen gebruik van duurzaam geteelde ingrediënten voor alle producten die we gebruiken. En zijn dierenwelzijn zijn hoog in het aandeel. Om die reden hebben we ook de verpakkingen van onze rokers dus even goed onder de loep genomen. Voor wat betreft de verpakkingen streven ernaar om de materialencyclus volledig te sluiten. Daarbij zijn eigenlijk drie elementen heel belangrijk. Het gaat enerzijds om de functionaliteit. We streven er bijvoorbeeld naar om onze rookworsten 5 weken houdbaarheid te garanderen. Anderzijds de bedrukbaarheid. De consument moet namelijk wel weten wat hij koopt en hoe hij die rookworst moet bereiden. En ook de uitstraling is erg belangrijk, want de consument moet ons uiteindelijk nog wel van het schap willen pakken. Voordat we dit traject starten, wisten we eigenlijk niet in welke mate de verpakkingen, onze huidige verpakkingen, nou recyclebaar waren, tot nieuwe bruikbare grondstoffen. Om die reden zijn we met FieldLab een user case traject gestart, waarin we inmiddels verschillende workshops en tests en verschillende experts hebben onderzocht in welke mate we de verpakkingen die we nu hebben kunnen recyclen. En helaas bleek dat dat niet het geval is. Om die reden zijn we met FieldLab een user case traject gestart, waarin we middels verschillende tests en workshops hebben gekeken naar de mate waarin onze huidige verpakkingen recyclebaar zijn. Helaas bleek dat niet het geval en dat had te maken met de complexe kunststofsamenstelling die onze verpakkingen hebben. In een periode van 3 maanden, verdeeld over 4 sessies, hebben we met verschillende experts en het FieldLab gekeken naar hoe we hier een oplossing voor konden vinden. Onder begeleiding van FieldLab hebben we onze leveranciers hierbij betrokken en hebben we gezamenlijk een oplossing gevonden waarbij we niet hebben ingeboet op de functionaliteit, de bedrukbaarheid en de uitstraling. Reflecterend op deze 4 sessies en op dit traject kan ik zeggen dat we echt een heel succesvol traject hebben doorlopen. De 2 grote succesfactoren hierin waren enerzijds dat het FieldLab vereiste dat alle betrokken partijen om de tafel kwamen. Op die manier hadden we alle beschikbare kennis op tafel en hebben we heel veel van elkaar kunnen leren. En anderzijds was het heel succesvol en fijn dat het FieldLab heel veel verschillende kennis beschikbaar had met betrekking tot afvalverwerking en recyclebaarheid van producten. Zodoende hebben we eigenlijk vanuit Unox enorm veel geleerd in dit traject. En het heeft ertoe geleid dat wij vanaf Q1 2022 voor al onze rookworsten een volledig recyclebare verpakking gaan voeren. Daarvoor wil ik FieldLab enorm bedanken. Nou, sta ik weer aan? Ja, dat was heel aardig. Dat we bedankt worden. Even kijken, ik zal deze weer aanzetten. Ja, dus er was inderdaad sprake van een verpakking. Hè, zowel een rookworst is vacuüm getrokken om die worst. En dat is een hele complexe verpakking. Als een buitenverpakking die bedrukt is, et cetera. Maar die ook nog gemetalliseerd was aan de binnenkant. Die eigenlijk beide gewoon niet, überhaupt niet recyclebaar zijn door die complexe lagen. Die buitenste verpakking was redelijk makkelijk. Daar kon je gewoon een monomateriaal voor gebruiken en gewoon op een andere manier bedrukken. Ook minder bedrukken zelfs, wat eigenlijk uiteindelijk best wel elegant was. Zodat je het product ook nog een beetje ziet. Hadden ze eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar dat soort gesprekken komen dan toch. Dus dat was laaghangend fruit. Die binnenste is wat moeilijker. En daar is echt ook de leverancier van die binnenverpakking aan zet. Om dat uit een materiaal te maken wat wel, er zit PA in, heet dat. Dat is geeft een beetje die stretch om dat te halen. En dan in combinatie met nog 2 andere polymeersoorten. Om dat te halen uit 1 soort, eventueel dan met een EVOH-laagje erbij. Maar dat, wat dan wel toelaatbaar is voor het systeem wat wel recyclebaar is. Nou, die is er bijna en daarom zeggen ze ook ja, Q1 of 2, 2022, dan ligt die volledig op de schappen. Die buitenste verpakking is er trouwens al, dus dat, die gaat nu al de markt op. Dus dat was even Unox. En dan ga ik meteen door naar Emma Meerkerk van Tedford. Die gaat het zelf even vertellen. Fijn dat je er bent, Emma. Ja, zeker. En even kijken. Dit is jouw dingetje. Hier zit, ligt de klikker als je hem nodig hebt. Oh ja, dank je. Ja, misschien niet iedereen zal Tedford kennen. Ik denk dat de laatste tijd wel steeds meer mensen met Tedford in aanraking zijn gekomen. Tenminste, degene die met een camper of caravan op vakantie zijn geweest. En dat zijn er de laatste tijd steeds meer. Wij zijn namelijk grote speler, van oudsher eigenlijk bekend vanwege onze Portapotty, de draagbare toiletsystemen. Maar we zijn ook grote speler en marktleider in toiletsystemen voor in campers en caravans. Maar ook kooktoestellen, koelkasten, deuren en luikjes en additieven. Nou, waarom dan ook additieven? Hè, onze flessen. Nou, thuis zijn de toiletsystemen allemaal aangesloten op de riool.
Maar de toiletsystemen van een camper en caravan natuurlijk niet. Maar je wil nog steeds wel dezelfde comfort en gemakken hebben. Dus geen vieze geurtjes. En je wil het ook makkelijk weg kunnen gooien. En daarnaast wil je ook je toiletten schoon kunnen maken. Daar hebben we weer andere schoonmaakmiddelen voor. Want je kan niet met je schoonmaakmiddelen van thuis. Je hebt thuis je toilet van een ander materiaal gemaakt. Wil je niet hetzelfde schoonmaakmiddel gebruiken. Of dat kan niet voor ons toilet in de caravan. Waarom hebben wij meegedaan met een traject met Field Lab Circular Packaging? En dat is een beetje in lijn met onze duurzaamheidsmindset. Wij zijn ooit begonnen met additieven. Die zijn nog steeds wel op de markt, maar we willen eigenlijk het liefst dat iedereen overgaat naar de geconcentreerde versie. We zijn begonnen met grote flessen. Vervolgens hebben we al een groene variant op de markt gebracht. En een tijd later hebben wij dus ook de geconcentreerde lijn op de markt gebracht. Nou, geconcentreerde flessen, het is kleiner, minder verpakking, minder volume. Dus dat is al een hele grote stap. En nu willen we eigenlijk nog een stap maken. En dat is dus naar een beter recyclebare fles. En dat is de reden dat wij in het traject zijn gestapt. In eerste instantie waren we eigenlijk niet bewust. Ik dacht ook, nou, dit is een eitje om onze flessen recyclebaar te maken. We hebben ook een test gedaan via FLCP. Onze flessen komen inderdaad netjes in de HDPE-stroom terecht. Maar toen we er verder op inzoomden, kwamen we erachter dat onze labels van papier zijn gemaakt. Met een vernis erop. En dat er een permanente lijm wordt gebruikt. Nu kan je denken, ja, we kunnen zo overstappen naar een PE-label, dan zijn we klaar. Alleen helaas is dat niet zo. Want volgens de lijm die we namelijk gebruiken, een permanente lijm, dat verstort ook de HDPE-stroom. En je zou denken, nou kunnen we toch naar een andere lijm toe. Alleen dan komen we ook nog met andere wetten in aanraking. De wet namelijk van CLP. Ons product wordt gezien als een chemisch middel. Dus dat betekent ook dat de gevarenteksten erop moeten komen te staan. Maar ook dat dit er de hele levensduur op moet blijven. En wij schatten onze levensduur van onze flessen. Nou, mensen gaan gemiddeld 10 weken per jaar op vakantie. Dus soms wordt het 2 jaar gebruikt, soms zelfs 3 jaar. Dus die labels moeten er 3 jaar op blijven zitten. Dus dat is eigenlijk de uitdaging. De grootste uitdaging is de lijm. En dat onze labels dus erop moeten blijven. Nou, een aantal oplossingsrichtingen. Dus wij zijn nog steeds in het traject bezig. We hebben nu 3 sessies gehad. Onze 4e sessie is de oplossingen bekijken die we hebben. Of de oplossingsrichtingen. En dan kijken welke het beste is. Eentje die we aan het bekijken zijn is koud afwasbare lijm. Wij willen namelijk voldoen aan de recyclecheck van het KEDV. Want alleen dan, als je daaraan voldoet, kun je namelijk tariefkorting krijgen voor afval van plastic verpakkingen. En je kan dan ook een claim maken. Dus voor marketing is dat ook interessant. Om te kunnen zeggen, onze flessen zijn 100% recyclebaar. Koud afwasbare lijm zou een oplossing kunnen zijn. Alleen is de vraag, kunnen wij die 3 jaar levensduur, dat die label op de fles moet blijven zitten, kunnen wij die halen? Want het staat toch in het toilet, of tenminste in het badkamertje. Ja, wat is daar het vochtgehalte, temperatuur? Dus dat is een test die wij nog willen gaan doen. Gaan we dat halen? Een andere oplossingsrichting is een lijm te gebruiken die niet voor een verstoring zorgt in de HDPE-stroom. Dus die compatible is met HDPE. De uitdaging hier dan weer is dat het volgens de recyclecheck van de KIDV niet toegestaan is. Omdat het gezien wordt als een permanente lijm. Dus dat betekent dat daar ook misschien ruimte gekeerd kan worden, zodat we wel die oplossingsrichting uit zouden kunnen gaan. Een andere mogelijke richting, heb ik hier een voorbeeld van mee, is helemaal van de labels afstappen en meteen laser graveren op de fles. Maar eigenlijk alle oplossingen die hier zijn genoemd, zit overal een uitdaging aan. De uitdaging bij deze weer is dat we op de achterzijde een gevarensymbool hebben. En die moet volgens de wetgeving per se rood zijn. Dus dan hebben we toch kleur nodig. Het zou wel een mooie deeloplossing kunnen zijn. Want de achterkant staat namelijk ook vol met talen. En ieder land, want onze producten gaan voornamelijk heel Europa, maar eigenlijk heel de wereld over. En overal waar je naartoe stuurt, moet de juiste taal erop staan. Dus een voordeel van lasergraveren is wel dat je op het einde kan bepalen naar welk land het gaat. En dat je dus niet met je voorraad zit. Dus daar zit wel een besparing in. En een andere uitdaging is natuurlijk ook intern. En dat is marketing. Want je ziet toch wel een verschil.
Maar het zou een deeloplossing kunnen zijn. Dan hebben we nog digitaal inkjetprinten. Ik heb daarvoor nu één bedrijf benaderd. Die zegt, we zijn nog niet commercieel, er zijn nog geen commerciële oplossingen beschikbaar. Dat zou wel een mooie oplossingsrichting kunnen zijn. Want dan zou je dus meteen op de fles kunnen drukken in kleur. En dan zouden we ook daarna natuurlijk nog een recycle check kunnen doen. Wat dan inderdaad ook werkelijk voor een verbetering zorgt. En dan hebben we nog krimpfolie, shrink sleeves. Dus dat is een sleeve volledig om de fles heen, zonder lijm en die eromheen krimpt. We hebben al wel wat eerste testen laten doen door een bedrijf. De vorm van onze fles kan het aan. Nou zijn er twee samples hebben ze eigenlijk voor ons gemaakt. Eentje met PET of zelfs gerecycled PET. Wat ik al had begrepen van FLCP is dat als een sleeve, als het van PET is, maar het is dun genoeg, dan komt het nog steeds in de HDPE-stroom terecht, omdat je nog steeds de flessen doorheen gescand kan worden. Alleen, wat dan weer de uitdaging ook bij deze is, is dat het volgens de recyclecheck van KEDV, is het ook weer niet volgens de richtlijnen van de recyclecheck, dus dan kunnen we onze claim niet maken. Terwijl het voor het sorteren en voor het recyclen, want uiteindelijk kan die PET-sleeve, als het vermalen wordt, komt de PET nog steeds uit de HDPE-stroom. Dus in praktijk zou het mogelijk zijn. Alleen volgens recyclecheck zouden wij geen korting kunnen krijgen, tariefkorting, of onze claim kunnen maken. De andere is dan een PE-sleeve eromheen. Dan zouden we eigenlijk voldoen aan alle eisen. Dan is er natuurlijk ook een economische afweging, daar moeten we ook nog naar kijken. Maar blijkbaar heeft de PE dus de krimp wat lastiger dan PET. En misschien dat er iemand in de zaal, dat is eigenlijk een vraag aan jullie nog, want wij zijn dus nog steeds in de oplossing zoekende fase. Of dat er misschien nog een ander bedrijf is of iemand zegt van, hey, ik heb hier nog een andere oplossing voor jullie, die jullie misschien ook zouden kunnen bekijken. Ja, dan mag, ja, die staat er weer aan. Ik zie hier al wel mensen van KIDV ook zitten, maar misschien heeft iemand anders een oplossing. Oh. Geen oplossing, maar volgens mij kan jouw shrink sleeve toch niet? Want jij wil 3 jaar lang gegarandeerd hebben dat jouw teksten op de verpakking blijven en die shrink sleeve, ja, ik ben zo'n persoon, zo'n sleeve iets los zit, dan ploep, trek ik hem eraf. Dat is een hele goede opmerking, daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee, en ik weet zou ook niet... hem even meenemen, maar ja, als iets los ergens omheen zit, op een gegeven moment dan gaat het los zitten, dan denk je, ja, vervelend, als het los zit er niet mooi uit, trek het eraf. Ik trek het eraf. Ja, we moeten kijken of dat in de wetgeving ook wordt meegenomen. Dat we met consumenten die het er zelf aftrekken ook rekening gehouden moeten worden. Niet af mag, niet afhaalbaar moet worden. Er wordt nog een hand hierop. Nee, ik vind het een fijne opmerking, ja. Ja, ik ben Margriet Lucassen en ik ben geen verkoper van Yakult. Maar toen ik daar werkte een aantal jaar geleden begreep ik dat de flesjes van polystyreen zijn. En de shrink van Yakult Light is ook van polystyreen. Maar dat zou je even moeten checken dan, want die shrink van de lightflesjes, ja, die ziet er prachtig uit. En dat is ook in kleur. Ja, dus dan zouden we inderdaad onze HDPE-flessen, dan moeten we kijken of wat de chemicaliën, want dat ze niet er doorheen migreren, of wat we dan ook polystyreen kunnen gebruiken. Maar het zou inderdaad ook een oplossing. Het is moeite waard om even naar te kijken. Ja, dankjewel. Maar daar hebben we wel iets over te zeggen hoor, over polystyreen. Er komt hier een mooie discussie op gang, heb ik het idee. Wacht, nog een kleine toevoeging. Nee, PS komt niet door de recyclecheck heen. Dus, Polystyreen wordt niet verwerkt in Nederland. Dat is eigenlijk, je ziet meer en meer brand owners juist van polystyreen afstappen. De Yakult bakjes, die gaan allemaal naar polyprop, PP bakjes, om die reden. Ja. Maar dat is echt landelijk, hè? Dus in Frankrijk is het anders. Oké, dan gaan we door. Hallo, Paul Simons, TSG Groep. Hebben jullie ook al hot stamping geprobeerd? En dan met HDPE foil? Nee. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken bij Lennart Koerts. Dat is een wereldwijd concern. En die zijn wel specialist in hot stamping. Hot stamping? Ja. Oké, okay, dat wel ken op basis ik nog niet. Van HDPE foil. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dankjewel. Heb je voldoende input, Emma? Ja, ik heb zeker weer nieuwe input, weer nieuwe inzichten. Dus hartstikke bedankt. We hebben nog wat tijd voor wat... we lopen iets wel uit, maar dat maakt niet uit. Ik weet niet of er nog vragen zijn ook voor Emma of voor Mark.